Shinky, je eerste wedstrijd op het NK Autocross zit erop. Hoe is het gaan? Nou ja, het is natuurlijk vooral aftasten en proberen zoveel mogelijk meters te maken en geen schade te rijden. En op zich is het vandaag best goed gegaan voor de eerste keer. Het is wel ontzettend wennen, maar ik had niet anders gewacht dat het wennen zou zijn. Maar ik heb er wel vermaakt vandaag. Twee keer uitgereden, één keer parkeerde ik hem in de greppel, dus dat is ook niet de bedoeling. Maar ik was de macht over het stuur even kwijt en dan is de baan niet heel breed. Nee. Vond je het spannend? Nou ja, in het begin waren het wel lichtelijke zenuwen natuurlijk. Ik heb het nooit eerder gedaan, dus dan is het wel even vreemd instappen. Maar verderop van de dag kon ik er wel van genieten. Is autocross te vergelijken met shorttrack? Nou, ik denk het wel een klein beetje. Het is een klein baantje en je moet zoeken naar de juiste lijnen. En uiteindelijk komt het ook hoog in, krap uit. Het is wat je tijdens het shorttrack ook een beetje doet. En ze werkt tijdens de autocross ook een klein beetje. Ja. Maar het gaat niet op tijd snelste? Nee, zeker niet. Het is gewoon... drie keer rijden, punten verzamelen en dan naar de finale. En je wil gewoon altijd zo hoog mogelijk eindigen. Dus ik hoef niet om te schakelen of zo. Hoe reageren de andere coureurs op jou? Ja, ik denk dat die het alleen maar mooi vinden dat er zo iemand als ik meedoet aan deze sport. En het is voor de sport alleen maar goed, een beetje promotie. Dus ze vinden het al fantastisch dat ik meedoe. Wat vindt Jeroen Otter hiervan? Nou, ik heb met Jeroen goed overlegd en in principe is dit... wel gewoon heel veilig hoor. De kooi is aan strenge eisen voldaan, dus het is gewoon prima. Als ik met de ploeg op trainingskamp ben en we gaan met z'n allen aan berg af op de fiets, gaan we ook hard. Dus dat is ook gevaarlijk. Dus maar het is maar net hoe je het bekijkt. Dus het is gewoon allemaal prima geregeld en het is gewoon veilig hoor. Ja. Ben je tussendoor al begonnen met trainen voor het schaatsen? Nee, nog niet. Nee. Maar ik ga zo meteen maandag ook wel beginnen met trainen. Want ik wil eerst de auto echt helemaal klaar hebben. En die is wel klaar en die kan ik nu in de avonduren wel voorzien van het... het onderhoud dat hij nodig heeft. Ja, de laatste 9 weken bijna 60 uur per week aan de auto gewerkt. Dus dan kun je wel uit de hele dag bij in principe gewoon continu in de garage zat. En dat is natuurlijk ook niet leuk voor de familie en alles. Dus nu gaan we gewoon weer trainen en in de avonduurtjes het onderhoud van de auto. De laatste wedstrijd van dit NK is half september. Vorig jaar ging je toen al bijna het World Cup circuit in. Maar de wereldbekers beginnen nu later. Dus als het allemaal een beetje past, dan kan ik de laatste gewoon meedoen hoor. Ja. Volgende wedstrijd is een thuiswedstrijd. Hopen dat daar iets beter gaat dan hier en dat we daar wel gewoon de finale kunnen halen. Ja. Support van de familie? Ja, zeker dan wel hoor. Ja.